Oud-premier Yves Leterme trekt de CD&V-lijst in Ieper bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Hij wil dus burgemeester worden. De huidige burgemeester van Ieper, Luc de Hane, stopt ermee. Leterme is nochtans aan de slag bij de OESO in Parijs en dat laat zich niet combineren met het burgemeesterschap. Maar dat OESO-mandaat loopt al af over 2 jaar. Tot dan kan een partijgenoot de stoel in Ieper warm houden. Wel, het is ook duidelijk, we gaan dat ook aan de bevolking zeggen, dat zolang die opdracht in Parijs duurt, ik dus het burgemeesterschap niet kan opnemen. Jan Durné gaat dat doen, indien de kiezer dat wil. Maar dus het staat vast dat ik in de loop van de eerste jaren van de legislatuur effectief burgemeester word van de stad Ieper, als de kiezers, als de Ieperlingen dat willen.